De laatste 6 wedstrijden heeft Willem II er 5 gewonnen. Dordrecht heeft 3 punten laten liggen. De jacht op de koploper is begonnen. Ik ben Sonny Matura en dit is de nieuwe Willem II Club TV. Voordat we naar de sports gaan, gaan we eerst even kijken naar wat trainingsbeelden. Gaan we kijken hoe Jurgen Streppel de tricolore zich voorbereidt voor de wedstrijd tegen Excelsior. Team eigenlijk. Heel team. Wanneer is er geen speler in het bijzonder? Nee, daar ga ik hem maar niet over hebben. Dus eigenlijk wel. Nee. Je wordt wel een beetje rood, hè? Ja, ja. Beetje. Wat denkt hij van Excelsior? Hoe gaan we die verslaan? Ik hoop van wel en ik hoop dat vanavond Almere ook weer te verkopen heeft. Dan hebben wij goede kerst. We staan bovenaan. Dat zag er mooi uit. We gaan even reacties halen bij de supporters. Wat gaat het vandaag worden? Overwinning natuurlijk. Wat gaat het vandaag worden? Nou, overwinning denk ik 3-0. Waarom? Ja, Excelsior is de 9e, wij staan 2e. We zitten lekker in, dus komt goed. Volgens de supporters wordt het een hele mooie kerst voor Willem II. De wedstrijd gaat beginnen. Wij gaan kijken. Het is rust en Willem II staat 1-0 achter tegen Excelsior. We hopen dat natuurlijk dat de tijd kan keren. We gaan even rechts halen bij de supporters. Wat moeten ze nou veranderen? Ja, in mijn beleving het hele team. Het hele team is niet goed? Ja, de instelling is gewoon veel te matig. Wat bedoel je met de instelling? Ja, ze beginnen maar slapjes aan de wedstrijd, vind ik. Te slap? Te slap, ja. De wedstrijd is net afgelopen, de lichten zijn al uit. Maar wij gaan even reacties halen bij Jurgen en de spelers. Willem II verliest met 1-0 van Excelsior. Ruud, tweede helft, een ander Willem II. Eerste helft stond te vergeten. Maar geluk, dat moet je afdwingen, zeggen ze dan, hè? Ja, klopt. Als je zo'n eerste helft speelt, zo dramatisch, zo slecht, geen duels. We helpen elkaar niet, we nemen geen initiatief. Dat was gewoon denk ik de slechtste helft van het hele jaar. En ja, als je zo'n slechte helft speelt, dan kan het geluk ook nooit aan jouw kant vallen. En dat zag je ook de tweede helft. De tweede helft speelden we eigenlijk vrij goed. Kregen we kans na kans, maar de keeper die pakte alles. Jurgen, Ruud zei net, het is misschien wel de slechtste eerste helft die in dit kalenderjaar is gespeeld. Wat vond jij ervan? De eerste helft bedoel je? Ja. De eerste helft, ja. Nou, de tweede helft tegen Twente was ook niet best. Nee, dit was... We konden geen druk creëren de eerste helft. De eerste helft was niet goed. Dan sluit ik me helemaal mee aan. Gelukkig is het kalenderjaar bijna voorbij. Tweede helft, een heel ander Willem II. Wat heb je precies gezegd in de rust? Nou ja, wat er aan de hand was, dat je ons vorige week ziet spelen. En als je bijna het hele jaar ziet spelen. Met druk vooruit, met lef, met durf. Onherkenbaar. Het wordt een kerstdag met een pittig nasmaakje. We gaan even de reacties halen van de supporters. Ja, teleurstellend, maar een beetje eigen schuld. Want ze beginnen te slappen in de eerste helft en de tweede helft kun je dan vaak niet meer omdraaien, hoewel ze op zich wel goed waren. Alleen ja, de keeper van Excelsior speelde een wereldpartij in de tweede helft. De eerste helft was om te vergeten, de tweede helft, positief. Genoeg kansen, ja, maar geen goals. Dus ja, uiteindelijk heb je er niks aan. 2014, kwam het toch wel goed? Ja, ik hoop het wel. Het spel op een gegeven moment, de tweede helft was goed, genoeg kansen, maar ja, dan moet het nog wel erin gaan. En Boijmans is een spits die normaal scoort. Vandaag ging hij net niet erin. Dus ja, hopelijk gaat het in 2014 wel goed. Geluk moet je afdwingen, zeggen ze. Ja, als we om twee zijn in de Jupiler League, dan moet je geen geluk meer hebben. Dan moet je gewoon van je spel hebben, van je aanhang. En daar moet je het voor doen, en niet voor geluk. Komt het goed in 2014? Wat komt goed? Gaat Willem II promoveren? Ja, dat lijkt me wel. Ja, ze pakken binnenkort de periodetitel. Dan via de na-competitie. Pak je hem gewoon, ja. Aan één keer. Ja, titel pakken. Als je het in één keer kan, dan is het toch een stuk beter. Ah, titel pakken ze niet, denk ik. Nee, maar periode kampioen. Derde periode. Supporters hebben vertrouwen in 2014. We hijgen nog steeds in de nek van Dordrecht. Ik zie jullie volgend jaar weer. Ik wens jullie een hele fijne feestdagen. Bedankt voor het kijken.